Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een haul met allemaal home spulletjes van Floralux. Niels en ik zijn vorige week vrijdag denk ik naar de Floralux geweest, omdat de plantenwinkels en zo zijn allemaal terug open. En we dachten, we gaan eens kijken. En ze hadden echt zoveel mooie dingen. Dus ik heb wel redelijk wat gekocht. En ik ga dat nu allemaal aan jullie laten zien. Als eerste ga ik beginnen met mijn plantjes. Ik heb 2 echte plantjes gekocht. Ik hoop dat ze gaan blijven leven. Want al mijn planten die ik hier heb, zijn allemaal nep. Buiten een soort cactusachtig plantje wat ik van Delphine heb gekregen. En 2 cactusachtige planten die ik van Charlotte heb gekregen. En die kan ik goed in leven houden. Maar dat zijn cactussen, dus dat is ook wel makkelijker. Dus ik hoop dat ik deze ook in leven kan houden. Ik heb wel een app op mijn gsm gezet. Plantsome noemt de app. En ik vind het wel heel grappig. Ik was wel heel excited. Allee, ik ben nog altijd heel excited. En die zegt wanneer dat uw planten water moeten hebben. En ik heb deze plant Maggie genoemd. En mijn andere plant die jullie zelfs gaan zien heb ik Mark genoemd. Van Mark van Ranst. En Maggie de Blok. Omdat dat was de enige inspiratie die we hadden om de planten een naam te geven. Maar dus dit is het eerste plantje. En dat is een zonnebloemetje. En ik vind hem echt super, super, super cute. Een zonnebloem en een tulp zijn mijn favoriete bloemen. Ik heb ook een quote op mijn arm over een sunflower. En ja, ik vind dat gewoon zo'n mooie bloem. En ik hoop dat ik hem in leven kan houden. Het mandje is trouwens ook van de Floralux. En ik heb gewoon eigenlijk de pot van de zonnebloem hierin gezet. Je kunt het overpotten en hier plastic in doen als je dat buiten wilt. Want dit gaat misschien wel waaien. Maar voor het binnen is dat niet nodig. Dan, let me introduce you to Mark. Dit is Mark. Ook weer het potje, allez, het kommetje is ook van de Floralux. En de plant ook, de zonnebloem was trouwens maar 1,5 euro of zo. En deze plant is een Diefenbachia. Of Diefenbachia. Zoiets. Dus daar is Mark, hè? De Diefenbachia. En Mark moet over 2 dagen water krijgen. Dus ik vond deze ook wel heel mooi. Die was 6 euro, denk ik. Ik vond het echt super mooi. Met dat wit in die blaadjes. En die staat in de, ga ik in de slaapkamer zetten. Ook weer dit. Dat heb ik al gezegd, maar ook van de Floralux. En samen zijn die ook wel heel cute. Want die heeft een vrolijke schakje en die een vrolijke stapje. Met deze moet ik wel oppassen, want die zou giftig zijn, het sap wat daarin zit. Dus die zet ik hoog, zodat de katten daar niet aan kunnen. Oké, dan heb ik deze kaarsenhouder. Die hebben we gisteren op ons terras al gebruikt. Dit is eigenlijk een glazen pot gewoon met zo'n netdoekje. En ik heb daar een, ik krijg hem er niet uit, maar gewoon een kaars van de IKEA heb ik daarin staan. Zo. En het ziet er zo uit. Ook weer heel cute. Heel beachy, boho, Ibiza vibes. Je gaat wel zien dat alles zo wat beachy, boho en Ibiza vibes is. Dan deze plaat. Hier waren zoveel vragen over op Instagram. En deze is ook van de Floralux. Dus een houten plaat. Die kostte €19,95. Ik ga die niet echt gebruiken om erop te snijden of zo, maar wel om mooie dingen op te zetten in de keuken. Wil ik hier zo mooi glazen opzetten met zo'n goud randje en dan zo aperitieven als mensen komen. Dus deze plaat, super cute. Dan als volgende hebben we iets wat Niels heeft gekozen. Dit sign met wit en zo roest oranje. Er staat cocktail bar en ik heb hier zo'n heel klein barkarretje van ooit van een Action. Maar het plan is als we een huis of zo samen zouden hebben, dat we zo een mooi gouden grote barkaart kopen. En dan deze erop of erboven hangen zou echt super tof zijn. Dan heb ik 2 kaarsenhoudertjes. Deze. Oei, oei. Oh, er valt net echt een schelp vanaf ergens. Oh, hier. Ik zie het al. Ai, ai, ai.
kwaliteit. Die blijft wel. Nee, oké, het blijft niet hangen. Maar alleszins, die kosten €4,95 allebei. En dat is zo met een randje van schelpjes, als je kunt zien. Wel super cute. En dan zijn ook theelichthoudertjes. Dus daar ga ik ook gewoon theelichtjes in doen. Dan heb ik een spiegel gekocht. Jullie weten dat ik verzot ben op zo van die macramé hangdingen en gouden spiegels en zo. En ik zag deze. En ik dacht, I want it. Deze was €9,95. Die heeft hier zo allemaal spieren. En ook weer zo Ipita vibes-achtig. Dus ik vond hem wel heel tof. Dan heb ik een matje. Een soort van placematje. Hier zat wel zo een fout in. Hier zie je zo de gele plastic er een beetje doorkomen. Aan de achterkant ook. Van de wikkel. Maar oké, ik vond geen ander. Dit was het laatste, dus ik heb het meegenomen. Het was €3,95. Ik wil dit op de tafel leggen, op mijn tafel in het midden. En dan eventueel een plantje erop of zo. Ik ga nog kijken hoe precies. Maar deze vond ik ook wel heel tof. Dan nog iets wat dat Niels heeft gekozen. Enjoy every moment. Ik weet niet of jullie het goed zien. Het is zo'n spraakballonnetje. En dan staat er in enjoy every moment. Kun je ook ophangen. Maar het is weer gewoon tof, simpel. En ja, de quote is leuk. Enjoy every moment. It's true, hè. Dan het laatste item. Is dit. Weer een beetje een knoop. Dit wou ik echt super graag. Dit is eigenlijk gewoon een hanger met de standen van de maan. Je hebt de maan in het midden, nieuwe maan, volle maan en ja, super mooi in het goud. Ik denk ook weer dat dat een heel mooi plaatje gaat krijgen ergens in de slaapkamer misschien of zo. Maar ik weet nog niet. Ik denk dat ik het in de slaapkamer ga hangen of aan de inkom hier aan de deur of zo. Ik ga nog zien, daar ga ik nog even over nadenken. Maar dit was het laatste al wat ik heb gekocht bij Floralux. Dan hadden we ook nog wel een zak kolen gekocht, kokoskolen en zo aanmaakblokjes. Maar dat is niet interessant om te laten zien. Ook in de vlog, ik weet niet of die al geweest is of nog moet komen, gebruiken we een mini terras barbecue. En ik had daar op Instagram zoveel vragen over gekregen. Maar die heb ik besteld op bol.com. Het is het terras barbecue wat €14,95 kost. Dus kei cheap en het werkte echt super goed. Oké, ik ga een paar dingetjes die ik al een plaats kan geven en wil geven, ergens een mooie plaats geven. Dan ga ik dat nog laten zien en dan ga ik de vlog daarna afsluiten. Alles heeft een plaatje. Ik heb een paar dingen die er hingen op die plaats weggedaan. En een zak gedaan wat naar de garage mag dan. Hopelijk vond je het leuk om dit te zien. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer.